Het is heel fijn dat je gewoon afwisselend ook gewoon degene kan zijn die alleen maar even langs hoeft te komen om nog een coupletje in te vullen, om maar iets te noemen. Heerlijk. En dat in het ergste geval, of het ergste geval, weet je, dat het ook zo kan zijn dat je met z'n tweeën er niet uit kan komen en dat er nog een derde is, of zelfs een vierde die zegt van, weet je, dit nummer gaat gewoon over neuken, let's go. Ça va bien? Recepturen stuur maar alleen voor jou. Voorbeeld voor ieder vrouw. Het is sowieso heel leuk om met z'n allen ergens naartoe te gaan. Het is sowieso heel leuk om weer in de studio te zitten. Dus toen we dat konden combineren, was het achteraf allemaal geweldig. Maar van tevoren had ik ook wel zoiets van, gaat het wel werken? Gaan we verdrinken in de vrijheid? Ja, precies. Gaan we wel werken? Gaan we wel een album maken? Manon, kom en dans voor met Viva Tron. En FaceTime in. Als we gewoon hier in de studio zijn, dus op het moment dat je de studio uitgaat, dan gaat iedereen weer zijn eigen ding doen. En hier was op het moment dat we niet aan het opnemen waren, waar we beneden hasje aan het roken en wijn aan het drinken of gek aan het worden in de stad. Of bad aan het gaan op designer drugs. Het was een soort weekend in de Ardennen teambuilding, maar dan een maand lang in een hotel. Dat was ook een leuke conclusie om mee naar huis te gaan, weet je? Dat je denkt, ja, dit zijn wel echt mijn nikkers. En we zijn ook nog eens nog betere vrienden dan toen we erin gingen. Wat natuurlijk ook wel kan komen door alle drugs die je gebruikt. Hè? Ik deel met jou mijn laatste bonbon. Het blijft ook steeds maar toch wel weer meer worden en zichzelf overtreffen. En dat is wel iets wat helemaal niet gegeven is. Ik bedoel, je kan natuurlijk wel gewoon een toffe plaat maken en heel erg je best doen met optreden en heel hard werken. Maar dat hoeft helemaal geen garantie te zijn voor dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgt om in één seizoen twee keer de Heimlich Musical uit te verkopen en Pinkpop en Lowlands en nog Werchter en Pukkelpop. En dat mensen daar dan nog steeds op zitten te wachten. En ja, de geschiedenis leert toch ook dat 10 jaar gewoon echt heel lang is om mee te draaien voor een Nederlandstalige rapper.